Nou, het wordt toch echt eens tijd om een opleiding te gaan uitzoeken. Oeh, forensisch onderzoek. Numerus fixus? Wat is dat nou weer? Oh boy. Rustig aan, niks aan de hand. Numerus fixus betekent alleen dat er een bepaald aantal plaatsen beschikbaar is voor die opleiding. Waar komt deze stem vandaan? Zal ik je gewoon eventjes uitleggen hoe numerus fixus werkt? Nou ja, oké, als je me kan helpen. Nou, dus voor een aantal opleidingen geldt dus numerus fixus. En dit verschilt regelmatig. Dus je kan het beste eventjes gaan naar hva.nl/selectie. Ook kan je daar de toelatingseisen van de opleiding vinden. En dit wordt dus gedaan omdat er bijvoorbeeld een krappe arbeidsmarkt is, of er is een tekort aan stageplekken, of er zijn te weinig faciliteiten bij de opleiding, zoals bijvoorbeeld laboratoria bij forensisch onderzoek. Het ligt er een beetje aan voor welke opleiding je hebt aangemeld. Meestal kun je zelf de datum kiezen voor een selectiedag, maar soms krijg je meteen ook al huiswerk opgestuurd die je moet gaan maken. Ga verder. Je moet theorie- en praktijkopdrachten voorbereiden die je op de selectiedag zal moeten doen. Meestal wordt het gemiddelde genomen van de toets die je hebt gemaakt en soms heb je ook nog wel eens een gesprek met de docent en dan telt dat ook mee. Oh, gelukkig kan ik me wel voorbereiden, dat scheelt. Dus gewoon de tekst lezen, de opdrachten maken en wel gewoon even serieus nemen. Ja, precies. Uiterlijk 15 april krijg je je uitslag en met een goed rangnummer krijg je meteen een plaats aangeboden. In dat geval moet je binnen 2 weken snel je plaats accepteren via je studielink. Maar soms moet je ook nog even geduld hebben. Namelijk als het nog niet zeker is dat je een plekje hebt voor de opleiding, kan je in ieder geval voor een andere opleiding voor zekerheid even inschrijven. En dan uiterlijk 15 augustus hoor je of je bent toegelaten voor de opleiding die numerus fixus is. Dus het is sowieso wel handig om gewoon een tweede opleiding te hebben als een tweede extra keuze die je leuk lijkt. Yep. En als je dan een plaats krijgt, dan het enige wat je nog moet doen is je inschrijving voltooien. Dat moet voor 1 september. Daarna ontvang je een bewijs van inschrijving en dan kan je beginnen met je opleiding. Wordt het toch een andere opleiding, dan doe je een studiekeuzecheck. Deze is verplicht voor alle voltijdopleidingen. Ah, top. Dankjewel. Maar dan vroeg ik me nog af... Nee, ik heb je genoeg geholpen. Klik maar op de infokaart rechtsboven om te gaan naar de meest gestelde vragen over de selectie. En daar kun je de rest van je vragen vinden. Klikken op de infokaart? Huh? Nee, niet jij. De kijkers thuis. Auw. Ik hoop dat jullie het een nuttige video vonden. En zou je nou willen weten hoe je je goed kan voorbereiden voor een selectiedag? Klik dan hier. Abonneer kan je hier. En ik hoop jullie dan volgende keer gewoon weer te zien bij een nieuwe video. Doedels!